Hey, leuk dat je kijkt. Ik ben Grace en in deze video gaan we aan de slag voor Pasen. Het is bijna Pasen, dus het is ook tijd om weer de paasdecoratie uit de kast te halen en weer gezellig samen aan de slag te gaan met een paar nieuwe do-it-yourselfs. En ik ben echt super enthousiast om deze met jou vandaag te delen. Het fijne van al deze do-it-yourselfs is dat ik het materiaal ofwel in huis had of dat ik het kon bestellen bij de Action en kon ophalen. Dus ik heb een boel gehaald daar en dat kon nou gewoon met click and collect via de site. En zo kon ik het ophalen met een mondkapje en lekker aan de knutsel. Maar voordat we aan de slag gaan, mocht je hier nou nieuw zijn, ik deel op mijn kanaal leuke do-it-yourselfs, wooninspiratie, klustips en mini makeovers. Vind je dat nou leuk? Vergeet dan zeker ook niet eventjes te drukken op die abonneerknop en op dat belletje ernaast. En dan krijg je elke keer even een belletje dat er weer een nieuwe video online staat. En laten we dan nu beginnen met de eerste do-it-yourself. Het eerste project is een leuk paasschaaltje. En je hebt hiervoor nodig garen of wol. Je hebt nog een kom of een schaaltje nodig, huishoudfolie, behanglijm, maar een mengsel van houtlijm met water kan ook. Nog een kwast, een schaar en wat nog heel handig is, zijn een paar plastic handschoenen. Allereerst leg je je kom of je schaaltje op zijn kop op tafel en hier leg je daarna een laagje huishoudfolie overheen. Heb je nog geen huishoudfolie in huis, je kan ook eventueel je schaaltje insmeren met vaseline. Daarna wikkel ik mijn garen helemaal om het schaaltje heen. Zelf gebruikte ik grijs garen en je kan eventueel ook stukjes draad afknippen en het eigenlijk een beetje eroverheen draperen. Dan krijg je ook een heel erg tof effect. En zo ga je eigenlijk door totdat je denkt dat je schaaltje van garen mooi genoeg is. En dan dip je de kwast in het behanglijm en dan ga je het garen eventjes goed soppen. Ik trek dus hier mijn handschoenen aan en dit is zodat ik ook het schaaltje en het garen eventjes goed kan vasthouden en op zijn plek kan houden. En ook een beetje kan aanduwen eigenlijk in de lijm, zodat het echt helemaal goed nat wordt. En als je nou hier je blote handen voor gebruikt, dan zitten dus heel je handen onder de behanglijm. Dus dat is even een pro-tip van mij. De lijm zorgt er eigenlijk voor dat je garen straks verstijft en dat je schaaltje dus goed hard is. Voor het beste resultaat moet het garen namelijk echt goed nat zijn, want anders kan het niet zo goed uitharden. Nu kan je eventueel nog meer garen eromheen wikkelen. Ik voegde ook nog een kleurtje eraan toe, omdat ik het anders toch een beetje een saai schaaltje vond. Ik heb gekozen voor een okergeel-oranjige kleur, want dit is natuurlijk ook lekker vrolijk en perfect voor de Pasen. En als je helemaal tevreden bent over je schaaltje, moet je het nog eventjes goed laten drogen. En dat drogen, dat kan wel 1 tot 2 dagen duren. Het schaaltje heeft nou goed kunnen drogen. En even kijken. Je weet dat het droog is als het garen ook hard aanvoelen. En dan kan je je garen schaaltje eraf halen van de bodem en het huishoudfolie verwijderen. Tada! Het is gewoon gelukt. En nu het schaaltje af is, kan ik daar natuurlijk paaseitjes in doen. Je kan met deze techniek trouwens ook leuke paaseieren maken van garen. Je hebt hiervoor een ballonnetje nodig in plaats van het schaaltje. Als je aan Pasen denkt, denk je natuurlijk aan eieren of aan konijntjes. En nu ben ik de laatste tijd graag creatief bezig met klei. En daar kan je dus ook hele erg leuke paasdecoratie van maken. Voor deze do-it-yourself heb je eigenlijk alleen maar zelfhardende klei nodig. Verder heb je nog een schaaltje met water nodig, een penseeltje en nog wat verf. Een boetseerset kan trouwens ook wel handig zijn, maar ik heb die niet in huis, dus ik gebruik gewoon wat ik heb liggen. Als eerste rol je een bolletje klei en deze maak je daarna een beetje langwerpig, een beetje zoals een ei. Wat trouwens ook leuk is om met klei te maken en dan een gezichtje erin te doen bijvoorbeeld of leuk op te tekenen. Maar voor deze do-it-yourself gaan we dus paashaasjes maken. En daarvoor hebben we dus ook 2 oortjes nodig. Hiervoor rol ik nog een keer 2 bolletjes, maar dan een stuk kleiner. En deze rol ik vervolgens uit, zodat ik er 2 konijnenoortjes van kan maken. De oortjes plak ik
op het hoofdje van mijn konijntje. En dat doe ik door de onderkant van de oortjes een beetje nat te maken en het kopje een beetje nat te maken. En vervolgens ga ik met de achterkant van mijn stokje zorg ik ervoor dat het mooi in elkaar overloopt. Hier zou een boetseersetje zeker van pas komen, maar dit werkt ook prima. Mijn paashaasje heeft natuurlijk ook een staartje nodig, dus ik rol weer een bolletje en plak deze op zijn kontje. Mocht het plakken van de oortjes en het staartje nou moeilijk gaan bij jou, je kan het ook altijd even apart laten drogen en het laten oplijmen. Ik vind het wel leuk om mijn paashaasje een gezichtje te geven, dus ik prik er eventjes twee oogjes in. Verder kan je er nog een neusje in maken, je kan er twee tandjes geven, snorharen. Je kan natuurlijk gewoon een gezichtje helemaal poetseren of later erop verven. Ben je klaar, dan moet je je paashaasje nog even een nacht goed laten drogen. Nu mijn paashaasjes helemaal zijn uitgehard, doe ik er nog eventjes een laagje vernis overheen. Je kan natuurlijk ook een kleurtje geven of een gezichtje er dus op verven. Maar ik kies ervoor om ze lekker wit te laten. Dus ik doe er alleen maar even een transparant laagje omheen, zodat ze ook waterafstotend zijn. Om het even helemaal mooi af te lakken. Ik vind mijn paashaasjes van klei echt super schattig geworden. En ze zijn zeker leuk zo op tafel. Of misschien wel in een paasstukje tussen de bloembollen. En dit is ook een leuke activiteit om te doen met de kinderen. Zo kun je een hele familie konijntjes maken en deze elk jaar tijdens het paasbrunch leuk op tafel zetten. Natuurlijk kan een paaskrans er niet ontbreken en ik ging hiervoor aan de slag met natuurlijk een decoratiehanger. T-shirt garen of macramé touw in een vrolijke lentekleur. Een schaar en nog wat paasversiering. En stiekem is deze paaskrans eigenlijk een geometrische macramé hanger. Ik had bedacht om aan elke kant 5 strengen te doen. Dus ik heb eerst 10 lange strengen geknipt. En ik heb deze eventjes afgemeten. Dus ik heb de diameter van mijn decoratiehanger eventjes gepakt. En deze moet je dan dubbel doen en dan nog een klein beetje extra. En zo heb ik de lengte bepaald. Na de rand bekeken zou ik zeker zeggen, knip er nog een heel lang stuk extra aan vast. En dan bedoel ik echt zo'n 40 tot 50 centimeter. Nu je al je touwen hebt, gaan we ze aan je cirkel knopen. En daarvoor leg je dus eerst je sleet eventjes dubbel, zodat je een lus krijgt. Deze leg je onder je hanger en de rest van je touwen doe je er dan door die lus heen. En dit is dan je opzetknoop. Vervolgens knoop je dan de uiteindes van deze touwen aan de onderkant. Dus je legt hem eigenlijk een beetje schuin. En daar knoop je hem dan weer vast. En dat doe je met de cordonknoop. En deze is best wel moeilijk om zo uit te leggen. Maar eigenlijk haal je dus eerst het touw onder je hanger door. Dan wikkel je hem links van het touw er weer overheen. Dan maak je een soort lusje aan de onderkant. En dat hij dan weer onder je hanger naar boven gaat. En dan wikkel je hem dus dan er weer overheen. En je trekt hem dan door de lus die daaronder is ontstaan even stevig aan. Nou, het is een lange uitleg, maar het heet dus de cordonknoop. En op mijn blog is zowel de opzetknoop als de cordonknoop eventjes stap voor stap, inclusief tekeningen, uitgelegd. Dus wil je eventjes precies weten hoe het moet, kijk eventjes daar. Ik zal de link ook eventjes neerzetten in de beschrijving. Dit herhaal je dan zo voor al je 5 strengen. Toen ik dat had gedaan, vond ik het een beetje nog leeg. Dus ik heb besloten om er nog wat extra strengen aan toe te voegen. Dus uiteindelijk heb ik er aan allebei de kanten 7. In totaal dus 14. Maar eerst doe je dus vanaf het midden naar links. Of naar rechts, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben eerst van het midden naar links gaan knopen. En toen ik ze alle 7 had gedaan, ben ik vanuit het midden naar rechts gaan knopen. En hier komt het leuke. Maar nu ga je dus ook weven, waardoor je die leuke geometrische punt krijgt. Dus het eerste touw vanuit het midden, die leg je eigenlijk over het eerste touw in vanuit het midden aan de andere kant. En dan trek je hem er onderdoor verder en dan knoop je hem pas vast. En het tweede touw vanaf het midden rechts, die doe je over de 2 strengen. Van de touwen van het midden links. En dan weer zo onderdoor weer naar beneden. En daar knoop je hem dan weer vast. En zo ga je door totdat je alle touwen geknoopt hebt. Nu heb ik dus aan de onderkant nog een klein stukje
ja, eigenlijk een soort franjes over. En ik durf ze niet korter te knippen, omdat ik dan bang ben dat de knoop helemaal losgaat. Dus ik weet nog niet hoe ik dat netjes ga wegwerken. Maar vandaar dus mijn tip om de strenge touwen dus toch echt veel langer te knippen. Want dan krijg je echt een mooie franje aan de onderkant. En ik denk dat dat wel een stuk mooier zou zijn geweest. Nu heb je eigenlijk een geometrische macramé muurhanger gemaakt. En om het een paastintje te geven, kan je deze daarna nog decoreren met paasdecoratie. Denk bijvoorbeeld aan kuikentjes of aan paaseitjes of van die leuke papieren vogeltjes die ik eerder heb gemaakt. Je kan de krans in ieder geval leuk versieren. Je kan er ook wat op lijmen. En wat ook leuk is om er bloemetjes doorheen te weven of paastakken. En dan zijn we nu toegekomen aan mijn favoriete doe-het-jezelf project. En dat is een konijntje uit ijslollystokjes. En hiervoor heb je dus heel veel ijslollystokjes nodig en een lijmpistool. Nu heb ik eventjes een soort patroontje uitgetekend op mijn tafelkleed. En dit schabloon is ook te downloaden op mijn blog. Daarna leg ik de stokjes langs mijn tekening op tafel. En zoals je kan zien sla ik elke keer één stokje over. Want die ga ik er dus dan oplijmen. Waarbij de uiteindes dus eigenlijk op elkaar gelijmd worden. Voor het staartje voor de oortjes heb ik ook een paar kleinere ijslollystokjes nodig. En hiervoor knip ik eigenlijk gewoon een stokje door tweeën. En het is eigenlijk heel simpel. We gaan dus ijslollystokjes aan elkaar lijmen. Zodat we een konijntje krijgen. In plaats van een staart van stokjes kan je er ook voor kiezen om er later een pomponstaart op te plakken. Dit kan ook echt heel erg leuk zijn. De ijslollystokjes heb ik gekocht bij de Action. En een pakje kost ongeveer 99 cent voor 100 van die stokjes. En ik heb ongeveer 2,5 pakjes gebruikt voor deze doetje zelf. Dus sla zeker eventjes goed in. Zo, en nu zie je de konijnenvorm en dit is eigenlijk de eerste laag en zo ga je eigenlijk door met lijmen, weer om en om, totdat die zo'n 5 centimeter dik is. En dit is ongeveer zo'n 12 stokjes diep. Ik maak hem dus zo dik, zodat hij zowel stevig kan staan als dat ik er ook iets in zou kunnen zetten als ik het zou willen ophangen. Ik heb mijn konijntje op het einde een paar keer eventjes neergezet om te kijken of die goed kon staan. En zo kon ik het een beetje corrigeren, zodat de onderkant ook gewoon goed stabiel was. Zodat ik het later kon neerzetten als decoratie. Als de lijm goed droog is, kan je het konijntje nog verven. Ik besloot om de buitenkant te bijtsen, waardoor het een net iets donkere, ruigere look kreeg. En de binnenkant heb ik nog voorzien van een laagje groene acryllak. Ik vind deze doe-het-jezelf dus echt zo geweldig leuk. Kijk dan, hij is gewoon zo leuk geworden. En je kan hem dus ook ophangen aan de muur. En je kan hem dus ook neerzetten. En ja, ik ben gewoon echt helemaal stapelverliefd op deze doe-het-jezelf. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren met deze doe-het-jezelf projectjes voor Pasen. En ik ben heel erg benieuwd welke jij nou het allerleukste vond. Laat het eventjes weten in een reactie hier beneden. En ook als je zelf aan de slag gaat met een van deze projectjes. En ik vind het ook altijd leuk om het eindresultaat te zien. Dus maak er even een fotootje van als je klaar bent. En tag me eventjes op Instagram of op Facebook. Of stuur een fotootje op Pinterest of in een berichtje. Het kan allemaal, maar ik vind het altijd super tof om te zien dat jullie er thuis ook mee aan de slag zijn gegaan. En mocht je dat nou nog niet gedaan hebben, druk dan nog eventjes op die abonneerknop. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!